Larissa Meijer, op de slotdag van de reguliere competitie plaatsen voor de play-offs. Ten eerste om daarmee te beginnen. Ja, hoe lekker is dat? Ja, dat is echt geweldig. Ja, het is echt met geen gevoel te omschrijven hoe vet het is. Ja, we zijn echt heel blij. Nou, je hoort al aan mijn stem. Ik heb heel de wedstrijd lopen krijsen. Alleen maar omdat ik gewoon zo blij ben dat we dit uiteindelijk voor elkaar gekregen hebben als team. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat het echt geweldig is. Ja, vandaag eigenlijk dubbel bijzonder. Het was de laatste speelronde van de competitie. Waar jullie dan het feestje kunnen vieren voor de play-offs. Maar het had ook zomaar jouw laatste wedstrijd kunnen zijn, Larissa. Ja, klopt. Ja, dat besefte ik me ook altijd goed. Het was een hele emotionele dag. Ik merkte ook aan alles dat ik heel gespannen was. Ik ben fout gereden. Ik ben naar Hilversum gereden. Ik zat helemaal fout. Dan kwam ik te laat hier aan. Helemaal slechte voorbereiding eigenlijk. Iedereen zag aan mij dat het echt voor mij echt een hele belangrijke wedstrijd was. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest. En dan is het des te mooier dat er gewoon nog wedstrijden bij komen. En dat dit zeker niet mijn laatste was. En daar ben ik echt zo blij mee. Ja. Na afloop wel al bloemen, uitgebreid werd je bedankt door de supporters. Maar goed, het avontuur gaat nog even een paar wedstrijden door, Larissa. Ja. Dat is goed nieuws, hè? Ja, zeker. Ja, en de bloemen kreeg van Laren heel lief. Dat ze zelfs aan me denken. Ik bedoel, het is natuurlijk de afscheidswedstrijd van Joyce hier ook. En dat is des te leuker dat ze ook even aan mij denken en mij ook bloemen geven. En niks meer dan respect ook voor Joyce die hier de laatste speelt. En we zijn zulke goede maatjes. En we allebei onwijs toegeleefd naar deze wedstrijd. Ja. Hebben jullie op voorhand ook een beetje contact met elkaar gehad, hè, over dit duel? Want ja, het is, jullie zijn twee goede vriendinnen, kennen elkaar goed, ook van Oranje onder andere. Ja, hebben jullie vooraf contact gehad over deze wedstrijd? Ja, we hebben zeker contact gehad. Ja, vooral in het begin toen we nog allebei tegen Stiksem moesten. Toen hadden we het ook zoiets van, ja, we moeten allebei die play-offs in. Dat zou echt een droom zijn. Nou, toen dat niet lukte, hadden we alleen maar app-contact. Van dat we gewoon onwijs trots op elkaar mogen zijn. Dat we echt zulke mooie herinneringen samen hebben aan echt gewoon een toptijd bij Oranje en daarna ook nog bij de clubs. En ik denk dat we allebei heel erg trots mogen zijn op de carrière. En dat hebben we elkaar wel laten weten. Ja, veel mooie herinneringen samen. Hè? Samen vaak ook op de kamer gelegen bij Oranje. Ja, wat zijn dan een beetje, als je daarnaar terugkijkt, de mooiste momenten geweest, Larissa? Ja, toch wel de mooiste momenten zijn toch wel de feestjes samen. De gekke grapjes. We hoefden elkaar op een gegeven moment maar aan te kijken. En we wisten waar we het over hadden. En die connectie, ja, die is gewoon top. En die blijf je houden met elkaar. Ook al gaan we nu allebei stoppen met hockeyen. Ik denk nog steeds als we elkaar weer zien, dat we elkaar maar hoeven aan te kijken en dat we dan wel weer die grappige momenten hebben en nou, gewoon die mooie keeperstrainingen samen. Je zit zo op elkaars lip en je kent elkaar gewoon door en door en dat is echt top. Ja, nou, voor Joyce stopt het vandaag dan de hockeycarrière. Jij gaat nog even door, de play-offs in tegen Amsterdam. Ja, dat wordt de loodzware opgave, maar ik kan me voorstellen heel veel zin in. Ja, heel veel zin in, ja. Ja, je ziet het al aan iedereen bij ons. We zijn gewoon onwijs blij en ik denk gewoon dat we echt weer deze week gaan bouwen en dat we gewoon weer een mooie wedstrijd kunnen afleveren tegen Amsterdam. En daar gaan we gewoon voor. Ja, weet je al, daar overheen kijken, of misschien ben je nog niet zover, maar weet je al wat daarna het plan wordt van Larissa Meijer? Wat ga jij doen na jouw actieve hockeycarrière? Ja, heel moeilijk om daarover na te denken als je er nog zo middenin zit. Tuurlijk schiet het wel eens door mijn hoofd, maar ik denk vooral werken aan maatschappelijke carrière en die gaan opbouwen en ik denk nog heel vaak naar de meiden gaan kijken, want ik denk dat ik ze wel onwijs ga missen. Eerst nog even knallen in de play-offs, Larissa. Zeker, zeker. Ja, we gaan echt heel knallen. Heel succes. Dankjewel.